Tom, de overheid heeft last van drie dingen. Een organisatorische versnippering, een politieke verkaveling en van corruptie houdt luizen. Hoe gaat u dat aanpakken? Want zonder dat apparaat kunt u geen enkele belofte van uw waar maken. Ja, ik denk dat het een terechte constatering is dat alle regeringen, ook mijn regering, als een enorme uitdaging geconfronteerd wordt hoe om te gaan met het ambtenarenapparaat. Hetgeen ook gevoelig is. Gevoelig in die zin, als je je beleid uitstippelt in termen van regeertermijn, dan is het gevoelig. Want iedereen kijkt naar de volgende verkiezing. Niet deze president. Laat daarom ter een duidelijkheid zijn. Deze president kijkt niet naar die volgende verkiezing. Ik kijk naar die volgende generatie. We hebben beleid ontwikkeld dat we het mes erin moeten zetten in het ambtenarenapparaat. De trekker is de minister van Binnenlandse Zaken. Er is een clusterteam van ministers en een ambtelijk team om te zorgen dat daar binnen het overheidsapparaat orde in komt. De registratie zal uit. Vertel me wie je bent. Waar werk je? Wat is je opleiding? Wat is je achtergrond? Hoe lang werk je? Nou, dat blijkt nu al dat er zoveel procent nooit een ministerie gezien heeft. Maar wel op de payroll komt. Tweede is namelijk dat je ook binnen het overheidsapparaat mensen ziet die capabel zijn. Die deskundig zijn. Die opleiding hebben. Die ervaring hebben. Die training hebben. Maar op verkeerde plaatsen zitten. Ook vanwege die politieke verkaveling wat je noemt. Dat mensen graag daar in de buurt van de bewindse lieden, loyale mensen wil hebben. Nou, die mensen moeten weer de juiste positie krijgen binnen ambtelijke. Finally, die groep die overblijft, daar hebben we overleg gehad met bedrijfsleven. Daar hebben we ook overleg gehad met de ambtenaren. Het proces is nog gaande. En uiteindelijk zal er een proces komen van transitie. Dat zij ingezet gaan worden in andere sectoren, want ze worden al betaald. Een van de voorstellen van mijzelf is, dat is aan de minister van Gezondheid, ga terug naar de healthy lifestyle. In de leefgemeenschappen, in de buurten, in de straten. Hier geef ik het 10.000 ambtenaren. Ze worden al toch al betaald. Je gaat geen extra betaling moeten blijven. Train ze. Geef ze gezinscoaching, family coaching, terug naar gezond leven. Zodat hier in feite de kosten alvast omlaag gedrukt worden. Maar die hoge kosten van onze gezondheidszorg is die curatieve zorg. Die tweede lijn zorg. Enorm duur. Want alles wordt verwezen. De huisartsen, die polyklinieken, die zijn doorverwezen. Leuken geworden. Ga daar, ga daar, ga daar. En het is enorm duur wat we niet kunnen betalen. Maar als je alles hier terugbrengt en daar weer investeert in gezonde voeding, in beweging, hoeveel vitamine je nodig hebt, hoeveel calorieën je nodig hebt, dan denk ik dat we enorm veel kunnen besparen. Nou, hier heb je ambtenarenapparaat, wat je daarmee kan ondersteunen, marktselectie en uiteraard bedrijfsleven. Daar is er een willingness, dat ze een deel willen overnemen. We kunnen dat doen op basis van deelbetaling. Jij betaalt een deel, ik betaal een deel. Anderen zeggen, geef me, ik zet ze in. En aan de hand van training kunnen we ze volledig overnemen. Dus dat traject van ordenen van ambtelijke apparaat is ingezet. Het is geen makkelijk proces. Ik weet dat het politieke consequenties gaat hebben. Ik weet dat het politieke impact gaat hebben. Maar aan de andere kant is het zo dat we in een land leven waar mensen werk zoeken. En is onvoldoende geïnvesteerd afgelopen jaren. Ook vanuit de private sector. Noem welke sectoren nu investeren. In bedrijfsuitbreiding, in activiteiten, in werkgelegenheid, heel weinig. Natuurlijk heeft dat ook te maken met de inkrimpen van de economie. Maar daar moeten we stimuleren. Daarbij zijn we gekomen met het productiefonds nu. Wordt opgetrokken naar 100 miljard. Nova-fonds is gekomen, is opgetrokken naar 100 miljoen. We hebben die KMO-fondsen van verdragsmiddelen 19 miljoen euro. Daar gaat 10 miljoen euro naar productiefonds en agrarische fonds. We willen ondernemerschap gaan stimuleren, dat er daar meer die investering moet komen en daar moet die werkgelegenheid ontstaan. Daarvoor hebben we de 200.000 hectare land gratis aangeboden aan investeerders. Gelukkig zien we twee bedrijven van buitenland, die zijn al bezig, met de agrarische sector. Twee bedrijven uit het buurland, daar moet er toewijzen plaats komen. Eén bedrijf uit Engeland in Coronie, daar worden enorm veel kokosplantjes nu geplant, geen hoge plantjes. Nieuwe variëteiten, korte bomen, meer vruchten, meer hogere kwaliteit. Ja, voor export. Het komt nu. Misschien komen deze dingen onvoldoende in beeld, dat het gedomineerd wordt door negativisme.
Maar zo zien wij het, dat het een integraal benadering moet zijn naar het ambtenarenapparaat. Want we kunnen ook geen samenleving hebben waar mensen geen werk hebben. Dat moet ook benadrukt worden.